Vučo konsultácii. Oftewel halve maan. En de voorwaartse bewegingen van deze kata beschrijven in halve cirkels met de handen en voeten. En de naam hiervan is al zo dus afgeleid. Thank you.
bovenop op een os. Het karakterlijk strikken van deze vorm is de stand op een been die er herhaaldelijk in voorkomt. Het geen gelijkenis heeft met het prachtige gezicht als een kraanvogel op een rots balanceert en op het punt staat zich op een slachtoffer te storten. Zij zorgen voor een goede lichamelijke training, hoewel zij moeilijk zijn voor beginners. De naam Jute impliceert datgene die deze kata beheerst even effectief is als 10 man tegelijk. Mitric zelf ontworpen en zijn genaamd de Adelaars.